Ja, al die tips staan dus ook in het boek Be Angel Made with Love. En een ander boek, misschien ook een beetje over de liefde, is dit boek Boezemingen. En Frank Paulet zit bij mij. Ik kom hier het fijne over vertellen. Dag Frank. Goedemiddag. Ja, Boezemingen, het gaat over een speciaal thema, mag ik wel zeggen. Hè? Ja, hoewel ja, speciaal. iedereen heeft ze, ook de mannen, hè, de vorsten. Ja. Ja. En ons leek het is logisch. Ik ben op een bepaald moment beginnen zien dat er in heel veel gedichten borsten of de suggestie van borsten voorkwam. En ik ben dat gewoon beginnen verzamelen. En toen bleek ik daar niet alleen mee te zijn. Reine de Peltseneer, een oud cursiste van mij en een hele goede dichteres, die had dat ook al gezien. En we zijn toen eens gaan kijken en ja, een bloemlezing, gedicht rond borsten, dat bestond nog niet. Ja. Dus zijn wij eraan begonnen. Het was jou gewoon opgevallen van er zijn wel heel veel gedichten rond borsten, dus laat ons die eens bundelen. Ja, op een bepaald moment viel het gewoon op. Dat is toeval, hè, zoiets. Ja. Maar dan, ik heb daar een soort zintuig voor ontwikkeld, blijkbaar. En dan wil ik daar iets mee doen. Ja. En de ondertitel is 2x33 gedichten rond borsten. Van waar komt dat? Die twee, dat heeft te maken met de geslachten. We hebben mannen dichters, we hebben dichteressen, ja, vrouwen. En die hebben allemaal rond borsten geschreven. En we hebben dus de correcte selectie gemaakt. 33 gedichten geschreven door mannen, 33 gedichten geschreven door vrouwen. Maar het thema blijft hetzelfde. En zo kan de lezer ook zien dat de benadering van het thema anders is per geslacht. Hè. Je gaat meer erotische gedichten krijgen, geschreven door mannen, ja, als ze over borsten schrijven, dan bij vrouwen. Ja. Jellen, heb jij al eens iets geschreven over borsten? Indirect wel. Mijn vorige plaat stond een nummer, het zit hem in de billen. In de billen? En dat heb ik eigenlijk geschreven omdat een vriendin van mij die had een ongelooflijk complex over haar borsten, vond die veel te klein en was zelf aan het spelen met het idee om een borstvergroting te doen. En ja, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Ik ben er ook niet tegen, maar ik vond dat voor haar echt niet aan de orde. Toen dacht ik moet een lied schrijven waarin ik beweer dat eigenlijk alle mannen, wat ze ook beweren, billenmannen zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk niet is zo. Is dat niet nee, zo? Nee, dat is niet zo. Maar dat is gewoon het uitgangspunt van het nummer. Ja. En wat vond ze van jouw nummer dan? Ze heeft ze nog altijd niet de borstvergroting. Dus ja, dus dat werkt. Opzet geslaagd. Al dan niet dankzij jou, hè? Ja, ik weet het niet of het met mij heeft te maken. Frank, hoe zijn jullie dan eigenlijk te werk gegaan? Je hebt dan een hele bundel verzameld en dan? Ja, we zijn met z'n tweeën onafhankelijk van elkaar beginnen. Eigenlijk heel eenvoudig. Tegenwoordig heb je Google documenten en Google Docs. Mm-hmm. En we hebben gewoon een document geopend waar we beiden toegang toe hadden. En we zijn dan alle dingen die we tegenkwamen in de loop van pakweg een jaar daarin gaan droppen. En dan zijn we gaan samenzitten. En we hadden op dat moment een kleine 300 gedichten. Zonder dat we daar eigenlijk heel speciaal voor op zoek zijn gegaan. Dus het blijkt dat er toch nogal wat borsten en gedichten voorkomen, ja, in de Nederlandstalige poëzie. En toen zijn we gaan samenzitten en zijn we gaan kijken hoe we het conceptueel konden opvatten. Ja. Want ons eerste idee was, we gaan thematisch werken. Dus we hebben borsten, maar je hebt erotische gedichten rond borsten. Je hebt de kankerborst, de moederborst, de kippenborst. Er komt een gedicht voor over de borst van een kip. Ja. De mannenborst. Maar we zijn daar al snel van afgestapt, omdat bleek dat de vrouwen wat in de minderheid waren. Hè? De vrouwelijke dichters. En ja, we wouden absoluut niet discrimineren. Er zijn ook gewoon minder vrouwelijke dichters, maar we wouden in dit geval gewoon 50-50 doen. En dan hebben we contact opgenomen met de uitgever. We wouden het ook graag geïllustreerd hebben. En toen had de uitgever eigenlijk hetzelfde idee als wij. We wilden daar heel graag foto's bij, smaakvolle foto's, geen platte of erotische dingen van Malou Swinnen. Ja. En dat is een hele grote madame, hoewel ze heel klein van gestalte is. Dat is een vrouw die nu rond de 60 draait of zoiets. En die een enorm serieus heeft ondertussen in het werken en in portretten maken. Maar dan wel veel grote portretten, meter op een meter of zo. Met mensen met ontbloot bovenlijf. Waarbij dat het nooit... Hoe zou ik het zeggen? Vulgair is. Nooit vulgair. Nee, ja, absoluut niet. Ja, absoluut niet. Misschien kan je ze tonen, want ze staan natuurlijk in het boek. Ja. Kan je ze... Ze staan centraal, dus je hebt eerst een deel borsten gedichten. En dan nog borsten. En ja, dan al die maar borsten. Maar kijk, dit is meer de suggestie van borsten. Hè? Dan wordt het hier al iets bloter, zou ik maar zeggen. Ja. Dan heb je hier echt wel een portret. En die foto's waren allemaal al bestaande. Die foto's bestonden, ja.
Ja, en dus Malou heeft er lang over gedaan om haar selectie te maken. Maar we zijn er toch echt wel tevreden mee. En voor de vrouwen die nu kijken en die denken, ja, het zijn alleen maar vrouwenborsten. Is er ook gezorgd voor een mannenborst. De excuusman in dit geval, want het zijn vijf foto's van vrouwen. Ja. De excuusman. Wat zijn de reacties tot zover op het boek? Positief, alleen maar positief. Mijn moeder vond het in het begin geen goed idee, want die vreesde dat het heel erg vulgair en plat zou worden. Frank, wat doe je nu? Ja, Frank, wat doe je ons aan? Zoiets, nee. Maar ze heeft het boek gezien en ze is er ook denk ik wel blij mee. Ze vond het een mooie kaft. En ze heeft erin in gebladerd, maar meer weet ik nog niet. Ja. Mensen die erin staan zijn ook zeer gelukkig. Hè. Toen we de dichters, de uitgeverij moet dan zo'n soort administratieve taak nemen om alle dichters hun toestemming te vragen of de uitgeverijen. En we hebben heel veel positieve reacties gehad van de dichters en die nu ook ontdekken hoe het boek eruit ziet. En die dan zeggen van dit is toch wel een heel mooi hebbeding. Ja. Dit is een heel mooi cadeauboek ook. Of, ook al mensen die laten weten van ik heb mijn exemplaar al verkocht of weggegeven. Is het waar? Het lijkt toch wel aan te slaan. Ja. Wil je misschien ook eens een gedicht voorlezen? Ja hoor, graag. Daar moet ik dan mijn bril voor opzetten. Ik zal een gedicht voorlezen van een vrouwelijke dichter. We hebben al gepaste muziek om in de sfeer te komen. Muziek. Het is een gedicht van Marjoleine de Vos. Het heet Kooklust. En dat past hier ook wel goed, nu hier een kok bezig is. Het is een gedicht waarbij Marjoleine de Vos twee aspecten, namelijk het koken en de erotiek, probeert samen te laten vallen. Oké. Met gretige borsten staat begeerte aan het aanrecht. Zoemt het zaad uit tomaten. Kijkt naar het zwellen van beslag onder vochtig doek. Haar hand liefkoost de haas van een jonge stier. Zijn zoekende tong is gemaakt voor de haren. Verzaligd streelt ze zijn ballen de pan in. Hartstocht is een keukenprinses met aanraakbare huid. Donzig als deeg, geurig als boteren. Weerloze van bot bevrijde eend die naakt wil zijn als een olijf in olie. Een perzik op sap. Ze wil zich ontleden op het hakblok. Betast worden door gulzige vingers en gloeiend verslonden. Een vis zijn, zwemmend in roomsaus, gewiegd, gekend, begeerd, genoten. Mooi. Wat vond je, Jelle? Ja, dat is fantastisch. Hè? Ja. Wat zo mooi is aan poëzie is het zoeken naar de schoonheid van de taal. Dat vind ik heel interessant aan poëzie. Ja, maar dat is toch ook iets waar dat jij mee bezig bent als je teksten schrijft? Hoe langer, hoe meer. Ja. Ik had dat vroeger... maar pas op, ik heb twee platen gemaakt. maar ik merk wel al een verschil dat ik soms bewust bezig ben met... al is het maar een simpele alliteratie, maar toch te zoeken naar klanken die heel mooi samengaan. Maar Nederlands is niet zo makkelijk. Er zijn talen die zich daar... makkelijker toe lenen, waarmee ik absoluut niet wil gezegd hebben dat het niet kan. Maar het is soms moeilijker, het is wat zoeken, we hebben een staccato taal. Ja. Ja. Jelle, wij willen jouw borstenkennis eens testen. Oké. En Frank, ik mag jou een beetje helpen. We hebben een aantal borsten afgezonderd. En jij mag raden bij welke bekende vrouw of man... Is het ook mee voelen, Ellen? Nee. Nee, oké. Sorry, maar nee. Nee, dat is jammer. Goed, we gaan eens kijken naar de eerste. Ja, dat zien we. Wat denk je? Dat is Justine, hè? Denk ik. Ja. Het is Justine, hè? Ja? Je bent een kenner. Ja, maar ik zeg het vooral aan de Adidas. Heel goed. Ja. De volgende. Dat is, weet ze nu weer, die zangeres Janet Jackson. Janet Jackson, dat was een heel incident toen, hè? De Nipplegate. Justin Timberlake die haar t-shirt, je ziet het daar, die haar t-shirt afscheurde. Maar ja, het was, want ze gaf ze toen niet de uitleg dat ze niet wist dat het Dat het per ongeluk was, het was altijd zoiets. Dan heb je niet dat op je tepel kleven. Niet zo sterretjes, nee, lijkt me niet zo probleem. Oké, 2-2, goed. Haar naam hangt aan haar... Leslie Ann Poppen. Ja. Heel goed. Ja, ze was hier vorige week nog te gast. Ja. Oh, inderdaad. Ja. Voilà, daar hebben we haar. Goed. Aan de 3-3, echte kenners. Nog 2. Mannen, hè.
zijn heel grote formaten. De vrouw met de grootste borsten dat je zo direct... Leeft ze nog? Ik denk dat ze dood is. Lolo Ferrari. Ja, Lolo Ferrari. Ja, want dat was toen toch zo'n ding dat die kist niet dicht ging of zo. Ik weet dat het altijd zoiets was. Ja, voilà, hier is ze. Dat is iets... Er staat trouwens een gedicht over Lolo Ferrari in het boek. Ja. Voilà. Ja, als je het over borsten hebt, kan je moeilijk... Je kan moeilijk om Lolo Ferrari doen. Ja, dat is waar. Ja. Oké, en de laatste? Dan nog eentje. Ja, dat is... Ja, ik kom niet op haar naam. Van Baywatch. Onlangs nog in ons land? Ja. Pamela Anderson. Pamela Anderson, heel goed. Ik zat echt nog te wachten op Lara Croft ook. Is het waar? Ja, die is toch ook heel bekend. Ja, we hebben geen mannen gehad die meezochten achter de voorbeeld. Dus misschien het is daarmee. Wel digitaal, maar toch Lara Croft, haar borst, daar is toch ook heel veel om te doen geweest. Is het waar? Ja, omdat die makers, omdat er dan veel vrouwenbeweging waren, die vonden dat die makers het veel te groot hadden gemaakt. Ja, zoiets. Oké, goed. Frank, heel erg bedankt om langs te komen. Nog veel succes met jouw boek. Jelle, je blijft nog eventjes zitten. Ik moet nog proeven, hè? Ja, is goed.